Het parket van Brugge wil een onderzoek naar de dood van een man uit Togo die vorig jaar in Brugge werd afgeranseld door skinheads. De man is vorige week in Parijs overleden. Het parket werkt nauw samen met de Franse autoriteiten om na te gaan of de dood van de man een gevolg is van zijn verwondingen van toen. Begin mei vorig jaar verlieten 5 skinheads dit café in Brugge, dat bekend staat als een ontmoetingsplaats voor mensen met extreemrechtse sympathieën. 200 meter verder passeerden ze 2 jonge mannen. Om onbekende redenen werden ze tot bloedens toe in elkaar geschopt. Alain, het slachtoffer uit Ichtegem, is ervan overtuigd dat het om een racistische knokpartij ging. Hij deed zijn verhaal anoniem bij ons. Ik heb verschillende kwetsuren op mijn hoofd. Mijn onderkant van mijn lip is volledig genaaid. En de bovenkant van mijn lip, mijn tanden, zijn aan elkaar met beugels, omdat er fractuur was in het gehemelte. Zijn vriend, een Togolese man uit Parijs, belandde 2 maanden in een diepe coma. Vorige week is die man overleden. Morgen voeren Franse deskundigen een autopsie uit. Het parket van Brugge wil met zekerheid achterhalen of zijn dood het gevolg is van de vechtpartij van vorig jaar. Want dat heeft gevolgen voor de straf van de daders. Momenteel is dat slagen en verwondingen met werkonbekwaamheid en dat soort dingen. Maar we gaan moeten zien of er eventueel geen aanleiding is om daar opzettelijke slagen met de dood tot gevolg van te maken. Dat dit de gevolgen van de verwondingen, die vrij ernstig waren, blijvende letsels heeft gehad, een blijvende invaliditeit, die misschien een verhoogd risico hebben meegebracht op het oplopen van een longontsteking of een andere aandoening. Maar dat is op zich nog niet voldoende om te spreken van een rechtstreeks oorzakelijk verband. Het parket van Brugge laat nu een autopsie uitvoeren. Als de dood van de man het gevolg is van de vechtpartij van een jaar geleden, dan kunnen de skinheads vervolgd worden voor doodslag. In dat geval moeten ze ook voor het Hof van Assise verschijnen. Als er uiteindelijk een oorzakenverband bestaat tussen de slagen, tussen het voorval en het overlijden, heeft dat zijn weerslag op de kwalificatie. De straffen worden hoger, kunnen oplopen tot 10 jaar opsluiting. De 3 verdachten zitten niet langer in voorhechtenis. Voorlopig worden ze nog steeds vervolgd voor opzettelijke slagen en verwondingen. Maar die beschuldiging kan dus worden aangepast.